wij moeten dus weg voor 1 maart 2019. Dus mijn oproep is om een nieuwe locatie te vinden. We zitten hier op de locatie van de Voedselbank Haaksbergen, onderdeel van de Voedselbank Haaksbergen Enschede. Wat wij hier doen, dat is uitgeven van pakketten. En dat gebeurt op vrijdagmiddag tussen 2 en 6. Voorheen zaten wij op de Ibenschoer. De Ibenschoer is nu weg. Wij kregen deze locatie hier bij de Unipro aangeboden. En daar zitten we nu 3 jaar. Dit pand wordt verhuurd aan een fabriek. En die fabriek die heeft nu de locatie waar wij zitten hiernaast. Die wordt dus verhuurd nou ook aan hun. En ik ben al een half jaar bezig op allerlei fronten. Serviceclubs aangeschreven. Ik ben bij de wethouder geweest. Er valt weinig te verdienen wat betreft de locaties. Dus een oproep aan de gemeenschap. Denk mee, kunnen wij een locatie vinden van ongeveer 100 tot 150 kwadratmeter. Er moeten 3 koelunits in staan. En er moeten 2 vrieskisten in staan. En verder staan er tafels en stoelen in. Maar dat interieur, dat hebben we allemaal zelf. Het gaat alleen maar om de ruimte. En het moet een ruimte zijn in Haaksbergen. Een beetje anoniem. En de vloer moet wel een beetje voldoen aan de HACCP-eisen, want we zitten met voeding. En voeding, dan moet je voldoen aan hygiënische eisen. Dus dat was het wel een beetje.